Met torenhoge prijzen voor elektriciteit en recordprijzen aan de pomp voor benzine vragen we ons bij RTLZ af, wat is nou goedkoper? Een dag thuiswerken zodat je benzine uitspaart of een dag op kantoor zodat de kachel thuis uit kan? Nou, eerst dat thuiswerken. In de winter ben je meer geld kwijt aan stookkosten om je huis te verwarmen. Gemiddeld kost een hele dag je huis verwarmen in de winter 7 euro. Normaal zou je hem, als je naar kantoor gaat, na je werk pas aanzetten. Maar nu heb je hem daarnaast ook die hele werkdag aan, van 9 tot 5, zeg maar. Kosten voor het verwarmen in die werktijd 2,30 euro. Nou, dan moet je ook nog je lampen aandoen, je laptop opladen en je mobieltje of de waterkoker aanzetten. Gemiddeld ben je daar volgens het Nibud zo'n 2,3 kilowattuur aan kwijt. Kosten per kilowattuur zo'n 45 cent. Dus het kost je ruim een euro om dat te doen. Nou, als je thuis bent, dan drink je geen koffie op kosten van de baas. Maar moet je zelf je Nespresso aanzwengelen? Dan gaan we voor het gemak even uit van 6 kopjes koffie. Zo'n Nespresso-cupje is 39 cent per cup. En dan ben je dus 2,34 euro kwijt. Nou, nu wordt het leuk, wc-papier. Want je gaat vaker thuis naar het toilet. Het Nibud gaat ervan uit dat je 4 keer in werktijd naar de wc gaat en daarmee 24 velletjes wc-papier gebruikt. Nou, we gaan even uit van 4 laags wc-papier, 16 rollen voor 5,65 euro, 160 velletjes per rol. Voor 24 velletjes ben je dan 5 cent per werkdag kwijt. Dan nog waterverbruik. Daaronder vervalt het gebruik van water voor het doorspoelen van het toilet, drinken en bijvoorbeeld afwassen. Nou, we gebruiken ongeveer 40 extra liter per werkdag. Water kost zo'n 83 cent per kubieke meter, dus je bent 3 cent extra kwijt. Oké, alles bij elkaar opgeteld ben je 5,75 euro extra kwijt aan een dag thuiswerken. Als je nou thee drinkt in plaats van die Nespresso-cupjes, dan wordt het overigens een stuk goedkoper, maar toch. Nou dan, wat kost het om te werken op kantoor? Veel mensen die pakken de auto om naar kantoor te gaan. De gemiddelde woon-werkafstand is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 22 kilometer. De benzineprijs is gemiddeld 2 euro op dit moment. En het gemiddelde brandstofverbruik is volgens de BOVAG 1 op 22. Is dus 2 liter voor heen en terug. En betaal je 4 euro per dag voor. Ja, dan gaan we de balans opmaken. Een dag thuiswerken die kost dus 5,75 euro. Een dag op kantoor als je met de auto gaat 4 euro. Dus maak je de keuze tussen gas of benzine, dan is benzine goedkoper. Voor meer van onze video's download je de app van RTL Nieuws.